Goedemiddag allemaal. Welkom in mijn kot. Het is vandaag de eerste keer dat we een Facebook live training doen. In samenwerking met Horeca Forma. Dus het is voor mij ook de eerste keer live op Facebook. Het is best wel spannend. We gaan proberen om er een heel toffe beleving van te maken. Voor jullie ook. Horeca Forma is de organisatie die trainingen geeft aan werknemers uit de horeca. Ik geef daar de opleiding, de vierdaagse opleiding Plant-Based Fine Dining. Die bestaat uit vier modules. Ja. En dit is een beetje wat ik vandaag ga doen. Een inleiding om te demonstreren, te tonen, een beetje animatie te geven rond hetgeen dat we daar in die opleidingen doen. Eerst en vooral, ja, ik ben Pieter Jan. Misschien wisten jullie dat al. Mijn vakgebied is plantaardige gastronomie. Ik ben daar ondertussen een vijftal jaar professioneel mee bezig. Wat ik voornamelijk doe, enerzijds geef ik les, trainingen, workshops. Anderzijds organiseren wij caterings, events. Binnenkort ook een heel nieuw project, maar daar ga ik nu nog niet zoveel over zeggen. Voornamelijk, en dat is een beetje de kern van alles wat ik doe, is plantaardige voeding meer op de kaart zetten. Zowel in restaurants, mensen inspireren om plantaardige gerechten te gaan maken. De vraag is sowieso stijgende en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik denk dat het heel belangrijk is in de tijdsgeest nu dat we gaan kijken naar waar voeding vandaan komt, wat dat daarmee gebeurt en wat dat de impact ook is op de aarde daarmee. En dat is een beetje het fundament waar de opleidingen op gebouwd zijn. Dat is ook hetgeen dat mij nauw aan mijn hart ligt. Er is een ethisch aspect aan het eten van levende dieren. Waar ik al een tijdje niet meer aan deelneem. En ik vind het tof om al die zaken te combineren, maar vooral door smaak, door beleving, door mensen te laten ervaren dat op een heel andere manier, die op zich niet complex of moeilijk is, maar met een andere kwinkslag, dat we kunnen gaan kijken. Ondertussen belt er hier iemand aan de deur, dat hebben we dan met Facebook Live. Hallo. Ja, ik ga je doen aan het eten. Hangt dat maar van de nek. Dankjewel. Ja. Oké. Klein intermezzo. Met de deur behalen we dus geen rekening houden. Nee, als mensen gaan inspireren om meer plantaardig op de kaart te zetten. En daar komt het op neer. Ja. Vandaag ga ik dat doen. Hier bij de Virtual Chefs. Met een signatuurgerecht. Dat is een gerechtje dat ik al zeer lang meeneem op workshops. Iets dat ik al heel veel in diners heb gestoken. Het is iets wat ik blijvend aan sleutel verander. Maar het geeft een heel goede basis van wat een plantaardig gerecht kan zijn. En om daar even ook wat dieper op in te gaan. Een plantaardig gerecht is niet zomaar een salade gaan maken of wat groentjes aanbakken. De bedoeling is als je van tafel gaat dat je voldoende gegeten hebt. Dat het lekker was, dat het smaakvol was, dat het niet eentonig was, hè, dat er wat smaakvariatie in zit. En dat vind ik heel belangrijk. En al die kleine accentjes, het zijn kleine aandachtspuntjes waar we heel veel techniek voor hebben. We kunnen dat heel complex doen. We kunnen dat ook heel eenvoudig doen. Hè. Vandaag beginnen we met eenvoudig. Hè. Straks geef ik nog wat meer uitleg over de trainingen die lopend zijn. Maar ik stel voor dat we naar de opbouw van ons gerechtje gaan kijken. Vandaag gaan we werken met bietjes. Dat is een van mijn favoriete groenten. Ik heb hier wat rode en gele bietjes. En ik heb die in de oven gestoken. Ja. Voor alle duidelijkheid, jullie kunnen vragen stellen of kunnen comments geven tussendoor. Straks ga ik een paar dingen mixen en blenden. Als jullie vragen hebben, schrijf dat gerust in de comments. Ik zal die niet allemaal kunnen beantwoorden, maar als ik er een paar zie die echt van belang zijn op dit moment, dan ga ik daar straks verder op ingaan. Ja? We beginnen dus terug bij de bietjes. Bieten zijn knolgroenten. Ja? En wat er leuk aan is, is dat er heel veel suikers in zitten van nature. Welke groenten hebben we dan nog? Wortelgroenten, denk maar aan pastinaak, wortelen,
peterseliewortel, karvelwortel, knolselder. Dat is ook een heel toffe. Nu, wat gebeurt er met die suikers? Als we die op hoge temperatuur gaan verwarmen, dus dan die gaan karamelliseren. Dan krijg je een hele zoete groente. Dus wat heb ik met die bietjes gedaan? Ik heb die in de oven gestoken. Op 220 graden ongeveer. Dat kan op 180, dat kan in een barbecue zelfs op 250, 300 graden. Dan gaan die helemaal verkolen aan de buitenkant. Ja. Een beetje afhankelijk van de temperatuur krijg je ook een ander smaakaccent. Dit hebben we in een gewone oven gedaan, dus 220 graden. Tot wanneer dan die bietjes mooi zacht zijn. Ja. Hoe kun je weten dat ze gaar zijn? Als je eentje neemt en je prikt erin met je mes, ga je direct zien of voelen of dat die nog hard zijn of niet. Ja. Dit zijn gele bietjes. Ja. Ze zijn heel mooi als je die poft en je gaat die in schelletjes open snijden. Ja. Dan kan je zien dat er van die mooie rinkjes in staan. Ja. Het heeft wel esthetisch iets heel leuk. Ja. Nu, grote biet, kleine biet, hoe lang gaan we dan nu gaan poffen? Ja, die gaan uiteraard op een half uur, drie kwartier klaar zijn. Deze zo'n een uurtje en een kwart. Ja. Als je een knolselder in de oven steekt, is het logisch dat dat niet op een uur zal klaar zijn. Maar het is een heel, heel tof smaakpalet dat je ontwikkelt. Veel mensen die niet graag rode biet eten, omwille van dat licht oxaalzuurige dat je proeft, een beetje die aardse smaken ook, gaan veel minder prominent aanwezig zijn als we ze op deze manier doen. Ja. Nu, gepoft, ik schaal die wat af. Dat is eigenlijk enkel de pel die we verwijderen. Ik heb geen zout gebruikt om die op te leggen. Ik heb enkel een bakpapiertje gebruikt. Je kan die in een zoutkorst gaan garen. Dat zijn allemaal andere technieken. Maar heel eenvoudig, gewoon een bietje op de plateau, een klein beetje bakpapier daaronder. Het bakpapier hoeft niet, maar als je niet graag afvast nadien, dan kan het wel behulpzaam zijn. De buitenkant van de biet gaat er eigenlijk voor zorgen dat die biet zijn vocht, zijn jus, dat die er niet uit kan. Ja, dus die schil is eigenlijk de atmosfeer waarin dat we de biet garen. Je hoeft die dus ook niet te schillen of olijfolie te gebruiken. Dus puur de biet. Heel eenvoudig. Ja. Ik ga hier een paar bietjes op kan duiden. We gaan die gewoon grove stukjes snijden. Qua presentatie. Ik vind het leuk als je iets proeft in je mond, dat je nog het gevoel hebt of je weet wat je aan het eten bent. Ja, we kunnen daar een heel fijne tartaar van snijden. Maar als we dat dan gaan mengen met andere dingen, dan gaat die smaak van die puurheid wat verloren. De rode bietjes, mooie partjes. Je ziet ook de kleur, dat die heel anders is dan dat je die biet gaat gaan koken. We gaan die marineren. Gewoon een klein beetje peper en zout geven sowieso. Heel veel van de producten waar ik mee werk zijn biologisch, zijn lokaal, ja. Dus Frans zeezout, ja. Dat hoeft van mij niet uit de Himalaya te komen. Het is een heel mild zout, ja. Daar mag je wat meer van gebruiken. En dan gaan we een klein beetje azijn gebruiken. Dit is appelazijn die ik geïnfuseerd heb met restjes stelen eigenlijk van het daslook. Alle resten van kruiden die je hebt, dus alles van stengels van dragon, peterselie, ik heb nu daslook, kervel, whatever. Kunnen heel tof zijn om gewoon op azijn te zetten. Dan kan je heel lang bewaren. Zo maak je je eigen kruidenazijntjes. Heel tof. Beetje azijn, we gaan er wat olie over doen. Beetje olijfolie, kan altijd. Ja. Aangezien dat crisis is, gaan wij proberen met zoveel mogelijk lokale producten te werken. De bietjes zijn lokaal, peper is niet lokaal, maar de olie is koolzaadolie, is ook Belgisch. Dat is een mooie gele olie. Wel oppassen dat je die in de frigo bewaart. Goed, bietjes staan klaar.
We gaan er een gerechtje van maken. Nu, dit kan je perfect gewoon als een side dish op tafel zetten. Bietjes in een potje. Dat kan in een schotel, dat kan met een barbecue. De basis. Goed. Een tweede die we gaan maken is een granensalade. Vandaag heb ik daarvoor een beetje bulgur gekookt. Ja. Bulgur is een grof gehakte tarwe die we gaar koken in een beetje groentebouillon of wat water met zout. Een vijftal minuutjes. Je hebt fijne bulgur, je hebt grove bulgur. Je kan deze salade gaan maken met quinoa, met linzen, zelfs met rijst. Alles wat je zelf lekker vindt. Currygranensalade. Gaat er hem gewoon om een lekkere, eiwitrijke, een vullende, voedzame basis te maken. Granen hebben eiwitten, peulvruchten hebben eiwitten. Kan je veel mee doen. We gaan dat lekker maken. We gaan er wat dingen bij doen. Ik heb er wat appeltjes gesneden. Ook heel lokaal. Ik heb een beetje shallot fijn gesneden. Goed. We gaan er uiteraard een beetje peper en zout bij doen. Een beetje van onze koolzaadolie. Peper. Dat is heel mooi geel van die koolzaadolie. Nog maar flink wat peper bij. Goed, dan gaan we daar een beetje fris zuur bij doen. Sowieso klassiek of heel veel gebruikt. Limoen, citroen, zesten, sap erin. Doe ik ook heel veel. Ik heb gehoord dat er heel weinig citroenen zijn momenteel in de supermarkten. Er een beetje een probleem is met een aanvoer. Dus dan kunnen we gaan kijken welke zuur kunnen we gaan gebruiken die hier rondom ons zijn. Ja, eerst en vooral, we hebben azijn. Hè. We hebben daar juist al onze kruidenazijn gebruikt. We hebben nog een beetje dus appelazijn. Dat kan heel tof zijn. Sowieso met die appeltjes. Iets lekker maken, dat is smaak gaan creëren. Dingen gaan samenleggen waardoor je iets nieuw krijgt. Hè. We hebben nu één zuur gebruikt, appelazijn. Als we proeven, we gaan dat eten, dan gaan we merken dat daar één zuur in zit. Ja. Als we daar een tweede zuur gaan bij doen, dan gaan we dat spannender gaan maken. Ja. 1 plus 1 is 3 met smaak. Voor zover dan de smaken samen passen. En in een van onze trainingen geven wij onder meer fermentatie, maken wij kombucha. Ja. Kombucha, dat is hetgeen dat hier ziet staan. Ga daar nu niet over uitweiden, als je daar meer info over wil. Kan je misschien je vraag in de comments zetten. Dat is voor een volgende training. Die kombucha is eigenlijk gefermenteerde thee. Ik heb er al een klein beetje van gezeefd. En als je die lang genoeg laat staan, krijg je ook een heel mooie, zure, fris, zuurige azijn. Het heeft dezelfde zuurtegraad als azijn bijna. Dat is heel lekker. Goed. Twee zuurtjes samen. Wat gaan we daar nog gaan bij doen? Een klein beetje nootjes. Ik heb hier wat walnoten in de oven gestoken. Die klinken heel krokant. Hè? Als je dat zelf wilt proberen, ik heb daar een drupje esdoornsiroop over gedaan. Esdoornsiroop, niet te veel. Uiteindelijk sap van een esdoorn die ingekookt is. Hè? Geeft een heel lekkere zoetwaarde. En dat zorgt voor een klein filmpje suiker op die nootjes. Dat geeft karamel, dat geeft een beetje crunch. Wat hebben we daar nog op gedaan? Wat chilipeper. Voor zo, als je erin bijt, dat zoet, dat je zo iets pikant krijgt nadien. En dan hebben we daar ook wat grof zout op gedaan. Zo, doe dat allemaal voordat dat in de oven gaat. Dan bakt dat heel mooi in dat korstje. Gewoon even grof. Dus mes inzetten. Het leuke dat je nu gaat hebben, als je dat aan die salade gaat gaan toevoegen, dat die, als je erin bijt, die stukjes waar dat er wat esdoornsiroop in zit, dat zo een extra zoet crunchje geeft. Een noot is ook een eiwit, hè, dat is een proteïne, een eiwitbron.
En door verschillende hebbitbronnen te gaan combineren, gaan we dat nog rijker maken. Dat is de bedoeling als je zo'n gerecht gegeten hebt, dat je echt geen honger meer hebt na het eten. Goed. Er zit crunch in, een beetje fruit, een beetje shallot, smaak, zuur, olie. Wat gaan we dan nu nog gaan bijdoen? Dat is een beetje verse kruiden. Ik zei al dat we niet met citrus gaan werken vandaag. Niet even weg van de citroen en de limoen. Maar momenteel in de tuin schiet al de eerste citroenmelisse. En zo kunnen we daar toch een beetje dat citroenachtige in krijgen. Citroenverbena zou ook heel lekker zijn hier. Ik ga dat vrij grof snijden. Als je kruiden snijdt voor een salade, zorg dat je mes heel scherp is. Als je kruiden plet met een botmes, dan breek je die. Dan gaan die ook veel sneller oxideren of bruin worden. Ik heb hier nog wat Roomse kervel. Die staat ook al in bloei. Dan hebben we hier nog iets van kruiden. Een beetje bieslook. Voilà. Wat je erin doet, maakt niet uit. Wat ik heel lekker vind zelf ook, is met dragon. Daar werk ik heel veel mee in koude salades. Voilà. Ik ga even proeven of de smaak goed zit. Prima. Goed fris. Goed. Twee componenten. We hebben iets van groente klaargemaakt. Heel eenvoudig. Gepofte biet, zoet. Frisse salade bulgur. Dan gaan we daar een vinaigrette bij maken. Een vinaigrette op een heel eenvoudige manier. Maar toch is iets heel anders. Op basis van rode bietensap. Wat ik je nu ga tonen, dat kan je met gelijk welk groentesap. Dat kan je met een fruitsap of groentefruit, wortel, sinaas, pompelmoes bijvoorbeeld gecombineerd. Doe ook vaak. Nu, wat we gaan doen, is van dit sap een vinaigrette maken. Ja, klassiek vinaigrette is olie, azijn. We gaan hier ook wat zuur gaan bijdoen. Ja. En we kunnen onder meer een klein beetje van onze kombucha gaan toevoegen. Heb je dan nu niet een ijskombucha of gebruik je dat niet? Gebruik gerust wat azijn. Ik combineer heel graag smaak. Ik zal er een klein beetje appelazijn bij doen ook. We gaan er wat peper bij doen. Maar in principe kan je hier dus in doen wat je zelf lekker vindt. Wat ik ook heel veel doe is bijvoorbeeld een klein drupje sojasaus daarbij doen. Ik ging lokaal blijven, maar op die 0,2% gaat dat niet komen. Sojasaus heeft de smaak umami. En umami is die diepe, mondvullende smaak. Geeft heel veel body aan je gerechten. Ja. Wat merk je veel bij groentegerechten is dat die heel braaf zijn. Hè. Dat is soms wat diepte missen. Denk maar aan de smaak van een stoofvleessaus. En daarvoor gaan wij miso, sojasausen, gefermenteerde zaken heel veel gaan toevoegen. En dat creëert een klein beetje meer body in je gerecht. Ik heb hier ook nog wat gefermenteerde bietjes. Dat zijn bietjes in een pekel, water en zout, 2% zout, die nu al een maand staan. En mooi krokant, heel veel frisheid geven. Wat heel veel mensen niet weten is dat de jus van die fermentatie, dus de jus die in dat potje zit, dat die ook zalig is om vinaigrettes mee te maken, om sauzen mee te maken. Pas bij warme sauzen kan je die gaan toevoegen. Over fermentatie, daar kom ik later wel nog op terug. Dat is een heel hoofdstuk apart. Maar een heel leuke manier om groenten te gaan bewaren, maar ook om smaak te creëren. Wij gaan vinaigrette maken. Wat hebben we nu? Rode bietensap met heel veel toevoeging. Ik heb dat niet zo voorbereid of bedacht. Ik werk meestal met hetgeen dat er rondom mij staat. We gaan daar een beetje johannesbroodpitmeel bij doen. Hè? En dit maakt de techniek. Johannesbroodpitmeel vind je in de natuurvoedingswinkel.
Dat is een wit, vrij neutraal meel. En wat doet dat? Als je dat toevoegt aan een vloeistof. En we gaan dat even mixen. Dat heel die jus dat die een bepaalde binding krijgt. Hè. Dus Johannesbrood met meel is een middel om koud te binden. Wat doet dat eigenlijk? Microscopisch gezien zwelt dat wat op, waardoor dat je een beetje verdikking krijgt. Het is een middel dat gebruikt wordt om babyvoeding te dikken. Onder meer ga je dat terugvinden. Het is ook een middeltje die heel veel gebruikt wordt in patisserie, voor alles wat in de diepvries moet. Hè. Het gaat kristallisatie tegen bij sorbet, bij ijs. Ook bereidingen, moesjes die je in de diepvries steekt, het zorgt ervoor dat je water een beetje stretch geeft. Hè? Dus dat je niet direct, als je onttooit, dat je watermolecuul en je vezel dat die breekt, dat je water uitloopt, heeft een mooie binding daaraan. Johannesbrood witmeel. Dus nu hebben we eigenlijk een gebonden sap. Gebonden sap van rode biet, met heel veel smaakcomponenten in. Wat maakt de vinaigrette de vinaigrette? Dan zullen we daar een beetje olie gaan bij doen. Hè? En twee manieren, ofwel mixen we en voegen we olie toe en dan krijg je een gebonden vinaigrette. Ofwel gaan we de olie gewoon op het laatste gaan toevoegen, een laagje. Voilà. En dan laten we die olie er een beetje op drijven van boven. En het voordeel dat we daarbij hebben als we dresseren straks, is dat je gaat zien dat die balletjes olie dan die heel mooi boven komen drijven. Dus het heeft een heel mooi visueel aspect. Ja. Of dat je het mixt of de olie niet mixt, op zich naar smaak toe gaat er niet zoveel veranderen. Ja. Dus als vinaigrette gaan we ook op kant zetten. Die staat klaar. We hebben daar net bietjes gepoft. Ja. En laat ons, ik heb hier al een paar met een blender gestoken. Gepoft bietje. Wat we nu gaan doen is een hummus maken, een groententapenade, als het ware, waarin dat we restjes groenten gaan verwerken. Laat ons zeggen dat je gisteren rode biet gepoft hebt, je hebt dat in een menu gegeven, je hebt dat geserveerd, je hebt wat over. Restjes samen van groenten, samen met een eiwit gecombineerd, en hier heb ik gekozen voor kikkererwten, omdat ik nog een doosje openstaan had. Geven een heel mooie crème samen. Ja. Hummus klassiek is kikkererwten, olijfolie, een beetje sesampasta erin, peper en zout. Wij gaan er een variant op maken met rode biet bij. Nu, ik heb kikkererwten genomen, opnieuw kan je linzen gaan gebruiken, kan je andere graansoorten gaan gebruiken. Of peulvruchten van noten kan je ook tapenades maken, alleen maar is de kostprijs ietsje hoger. Ja. Goed, wat gaan we daarbij doen? Zwarte peper, zout, sowieso een teentje look. Dat is heel belangrijk bij onze look, dat is dat we die kern gaan verwijderen. Heb je dat misschien al gezien in je keuken, als je look op het aanrecht staat, dat die ineens begint te groeien? Dat zijn die enzymen in die look die heel actief zijn. En als je die look opeet en je haalt die kern daar niet uit, dan durft het wel eens gebeuren dat die aroma's van die look terug naar boven komen. Goed. Opnieuw een beetje olie, hè, om het geheel te laten versmelten. Niet bang zijn om olie te gebruiken. Als die van goede kwaliteit is, kwijt geperst. Een beetje van onze azijn erbij. Flink wat. Hier durf ik wel eens een drupje sesamolie bij doen. Even in de blender. Voilà.
helemaal glad. Dan laten die maar wat langer blenden, wat langer draaien. Heel flashy, fancy kleurken. Ik vind het heel tof. Hè? Hoe minder vocht hij toevoegt, hoe dikker dat hij is, hoe meer, hoe lopender. Nu, het is een leuke manier om resten op te werken. Het is een heel leuke manier om heel snel een hapje te maken voor iemand. Hè? Maar het is ook tof om salades te ondersteunen. Hè? Salade, meestal is bladgroen, wat andere zaken daartussen. Als je daar zo'n beetje van een crème onder doet, dan krijg je ineens een romig iets die het geheel wat cachet geeft. Hè? Die het geheel wat romig, wat dieper maakt van smaak. Goed. Dat is een heel tof iets om als basis op je bord te doen. Ja. Ook een bordje dresseren. Ondertussen nog een paar dingen uitleggen. Goed, dus die crème gaan we heel wild. Hup. Mooi uitsmeren. We hebben onze bulgursalade. Ik kan mijn plank iets dichter zetten, zodat je mooi kan volgen. Je kunt daar iets heel fancy van maken. Je kunt van mijn part nemen een dressering. Wat we gaan doen is iets something in between. Gewoon een lekkere salade maken. Voilà. We hebben onze bietjes. Die gaan we er proper op leggen. Zet je maar dat vrij wild in. We hebben nog van onze walnootjes. Het is heel tof voor zo links en rechts nog een nootje te leggen. Als je ervan eet, dat je ze toch nog een extra crunch in de mond hebt. Ik ben naar de winkel geweest, achter de ingrediënten. En ik zag er al een paar stengels rabarber liggen. Wat heb ik gedaan met die rabarber? Ik heb die even op ijswater gelegd. Hè? Dus kan je gewoon water nemen, ijsblokken erbij. Of kan je ook zo'n ice pack erin doen. Hè? Dan hoef je geen water te verspillen, want het smelt en dan doe je het weg. Als je rabarber heel fijn snijdt, ja, dan ga je zien dat dat heel mooi opkrult. Je zou daar rode bietensap voor kunnen gebruiken ook, om dat in te leggen. Dan krijg je zo'n heel mooie roze. Voilà, je ziet dat omdat dat krult, is mooi krokant, geeft nog iets extra. Ik heb een klein beetje, dat is ook een vorm van dingen bewaren, een beetje een ajuine, rode ajuin, op een mengeling gelegd van esdoorn, siroop en appelazijn. En dan krijg je ook een zoet-zuur ajuintje erop. En dat is belangrijk, vind ik ook, plantaardige keuken. Als je gaat eten van dat bord, je komt altijd iets anders tegen. Dat hoeft geen uren mise en place te zijn of voorbereiding te zijn. Maar gewoon het accent maakt het spannend om te eten. Goed. Om je verhouding te geven, laat ons zeggen 50% azijn, 20% esdoornsiroop en 30% water erbij. Een beetje zout of kruiden. En leg dat erin. We hebben gefermenteerde bietjes. Toevallig nu toch staan. Dus we gaan er ook een paar stukjes tussen leggen. Beetje kruiden is ook altijd tof. We hadden onze citroenmelisse, dus die gaan we laten terugkomen. Het is belangrijk als je met planten werkt, als je met kruiden werkt op een gerecht, dat die ook wel een beetje een verhaal hebben bij het gerecht. Je kan overal gelijk wat gaan opstrooien, maar dat is wel leuk. Dit zijn blaadjes van rode biet. Die jonge blaadjes zijn heel tof. En dan zie je mooi die rode nerf. Heeft ook wel iets esthetisch. Ik heb hier wat postelijn. Ja. Goed. We kunnen daar een heel bloemstuk van maken als je wilt. Nog een beetje bloemetjes van de Roomse kervel. De mooie witte bloemetjes die nu in bloei staan. Ja. Goed.
En we kunnen daar dingen blijven bijleggen. We kunnen daar crunch bijleggen. We kunnen daar spumas van Rode Biet, sorbet. We gaan het hier bij houden voor vandaag. Ja. Weet je wat ons vinaigrette? Gaan we er mooi naast druppelen. Maar helemaal op het laatste proberen eens met de camera close-up te gaan. Voilà. Dit is een voorbeeld. Aardig gerechtje. Ja. Wat je met heel eenvoudige ingrediënten, wat granen, wat groenten, een klein beetje fruit, noten. Eigenlijk zit bijna alles erin verwerkt van het type product dat je kan verwerken in een plantaardig gerecht. Maar daar kan je ongelooflijk wijds mee gaan. Als je geïnteresseerd bent, je werkt in de horeca en je wil je inschrijven voor een van de trainingen, klik dan zeker door naar www.horecaformat. Ja, oké. Het is blijkbaar een kleine technische storing op de lijn. We gaan dat een keer herladen. Oké. Prima. Waar was ik gebleven? De receptjes kun je dus op mijn website en op de Facebook live pagina of de Facebook pagina hier van Horeca Forma terugvinden. Sowieso heel veel succes nog in deze tijd. Het zijn beproevingen voor iedereen, ja, maar laat ons van de tijd en de ruimte die ons gegeven wordt misschien eens gebruik maken om een paar dingen te herdenken. Ja. Misschien kan je ook eens wat nieuwe recepten proberen ondertussen, waaronder deze. Heel veel succes en heel graag tot binnenkort. Nog één ding wat ik er wou bij vertellen. Er is wekelijks nu op dinsdag, donderdag en zaterdag een training hier op deze Facebookpagina. Ja. Dus als je andere trainers aan het werk wil zien, klik dan zeker door. Hou het in het oog. En graag tot binnenkort opnieuw. Salukjes, hè.